kasteel van Arenberg. Een bastion van macht dat nog steeds aan de familie van Arenberg gelinkt wordt. Rond de 12e eeuw werd op deze plaats oorspronkelijk de burcht van de heer van Heverlee gebouwd. Omdat deze familie steeds verder verarmde, zag het zich genoodzaakt de burcht in 1446 te verkopen aan Anton I van Croy. Het huidige gebouw is door deze familie opgetrokken in de 16e eeuw in een traditioneel Brabantse stijl. En nadat hertog Karel III van Croy in 1612 kinderloos overleed, kwam het via een huwelijk ten slotte in handen van de hertog van Karel van Arenberg. Omwille van de goede ligging en het prestige dat het gebouw al uitstraalde, is het over de verschillende eeuwen heen vaak gerestaureerd geweest. Vandaag de dag bevat het gebouw heel veel verschillende bouwelementen van de late gotiek, de renaissance en de neogotiek. Deze documentaire legt uit waarom de families van Croy en van Arenberg het kasteel zo prestigieus maakten. Op welke manier beïnvloeden de eigenaars van het kasteel de Europese politiek? Wat was de persoonlijke band met dit kasteel? Welke oorlogen werden vanuit dit kasteel gedirigeerd? Het kasteel geeft haar geheimen bloot en het verhaal van twee machtige dynastieën komt naar boven. Toen het kasteel van Arenberg nog in het bezit was van Karel III van Croy, was het al een baken van prestige en macht. Het was slechts één van de vele bezittingen die de officiële stadhouder van Vlaanderen had. Steden als Gent, Ypres en Brugge boden hem talloze andere bezittingen aan om juist bij hem in de goede gratie te komen. Zelf zocht hij verzoening met Philips II van Spanje. Hij die tegen Willem van Oranje streed. Maar politiek gezien zal dit kasteel zowel architecturaal als prestigieus haar grootste omvang hebben gehad tijdens de dynastie van Arenberg. Vandaar ook de naam van het kasteel vandaag de dag. Nadat Karel III van Croy in 1612 kinderloos overlijdt, kan hertog Karel van Arenberg via zijn zuster het kasteel overnemen. Vertegenwoordiger van de Bourgondische gebieden, heerser van het vorstendom Arenberg in het Heilig Roomse Rijk, ridder van de Orde van het Gulden Vlies en lid van de Raad van Financiën van de Habsburgse Nederlanden. De titels die hertog Karel van Arenberg achter zijn naam kan zetten, gaan nog een eindje door, net zoals de vele bezittingen. Als petekind van keizer Karel V had hij in zowat alle grote gebieden van die tijd een aanzienlijke politieke macht. Raar maar waar was de stad Leuven of het hertogdom Brabant, waarin dat viel niet van hem. Dit weerhield hem echter niet om bijna heel Heverlee als zijn persoonlijke jachtgrond te laten verklaren. Heverlee was het persoonlijke wingewest van de Van Arenbergs en nog altijd een echt feodaal dorp waar niets mogelijk was zonder deze familie. Ze waren zelfs in de Leuvense gemeenteraad via tussenpersonen aanwezig en de burgemeester was hun echte stroomman. Heel de economie van deze gemeente, via het verpachten van gronden en het verhuren van huizen, was in hun handen. De dreef vormde de vorstelijke intrede tot Leuven, waar de bewoners geen vensters mochten bezitten die de bewegingen van de hertog zouden kunnen volgen. Dit alles werd politioneel opgevolgd door het toezicht van een heel leger van boswachters en opzichters. Bij het minste vergrijp op het vlak van jacht, sprokkelen en andere hem belangende aangelegenheden werden er zware straffen uitgesproken. Vele Arenbergers werden benoemd tot ridder in de Orde van het Gulden Vlies. Deze titel betekende meer dan enkel het dragen van een prachtige juweel om hun nek, zoals je hier kan zien. De ridders werden door de koning persoonlijk benoemd. De Orde van het Gulden Vlies was niet zomaar een ridderorde, ze was een van de meest prestigieuze orden die het continent Europa rijk was. Enkel hoge edelen werden toegelaten tot de orde. Als je eenmaal lid was, was het voor je hele leven. Je kon enkel uit de orde worden gezet als je de regels van de orde zelf overtrad. Door de hoeveelheid macht die de orde met zich meebracht, was dit iets wat je niet wilde doen. Alle leden behoorden tot de inner circle van de koning of de hertog of de keizer. De orde werd opgericht door de Bourgondische hertog Philip de Goede in 1430. Hij had daar verschillende goede redenen voor. Zijn grootvader, Philip de Stoute, had dit al in 1404 willen doen, maar stierf voor alles in orde was. Philip de Goede wilde enkele politieke problemen oplossen door middel van het oprichten van een prestigieuze orde. Zo was deze orde ideaal om belangrijke edelen aan zich te binden en dus zijn greep op de politiek veel groter te maken.
De Orde van het Gulden Vlies was een soort bindmiddel dat relaties tussen de belangrijkste edellieden in het Bourgondische Rijk moest versterken. Hierdoor konden problemen tussen twee edelen veel sneller opgelost worden. De hertog kon ook een beroep doen op de legers van de edelen. Een belangrijke regel in de statuten van de orde was dat als de banieren, vlaggen van de verschillende legers, uitgerold waren, geen enkele vliesridder het slagveld mocht verlaten. Dit betekende dus ook dat geen enkel leger dat mocht doen. Men werd verplicht te vechten tot de dood. De Orde van het Gulden Vlies had ook als taak het christelijke geloof te beschermen. Dit was nodig aangezien de moslims op dat moment aanwezig waren in Spanje en aan de poorten stonden van belangrijke steden in het huidige Hongarije en Oostenrijk. Karel's politieke invloed was enorm. Van jongs af aan werd hij al door de Habsburgse elite betrokken bij alle belangrijke diplomatieke onderhandelingen. Van de Spaanse elite kreeg hij al snel diplomatieke opdrachten van niemand minder dan de hertog van Alva. Alexander Farnese, de opvolger van Alva tijdens de godsdienstoorlogen in de Nederlanden, plaatste Karel van Aremberg aan het hoofd van verschillende militaire eenheden. In Vlaanderen, destijds deel van de zuidelijke Nederlanden, vocht hij actief mee tijdens het beleg van Oudenaarde en het beleg van Antwerpen. Tijdens de onderhandelingen met Engeland moest hij eerst bemiddelaar zijn om de gesprekken zodanig uit te rekken dat de Spaanse armada ten strijde kon trekken tegen Elisabeth I van Engeland. Ongeveer 15 jaar later was hij de Habsburgse ambassadeur tijdens de vredesgesprekken met de Engelse vorst Jacobus I. Deze gesprekken zouden uiteindelijk leiden tot het Vredesverdrag van Londen, het einde van een 20-jarige oorlog tussen Spanje en Engeland. Ook in de liefde viel het hem goed mee. Hij zelf verkeerde in relatief goede gezondheid voor die tijd en werd uiteindelijk ook 66 jaar. Zeer uitzonderlijk voor die tijd, en dan zeker omdat hij zoveel politieke macht had, was dat hij maar één keer getrouwd was. Hij zelf en zijn vrouw, Anne van Croix-Chimay, kregen maar liefst 12 kinderen. Van die 12 kinderen is er maar één vroeg gestorven. Zoals het adellijke families betaamde, werden de meeste kinderen aan andere machtige families uitgehuwd. Enkele zonen werden prinsen of hertogen en de meeste dochters trouwden met invloedrijke mannen. Zelf. De Arenbergers zelf zijn zwaardadel, wat we kunnen zien in het zabel dat hij zich hier dragen. Dat wil zeggen dat ze militaire functies vervullen en militaire campagnes voeren. Naast de zwaardadels bestond ook nog de ambtsadel. Zij voeren belangrijke rollen uit voor de koning. Naast de ambtsadel bestaat ook nog de briefadel. Zij zijn gewone mensen die tot de adelstand verheven werden door een koninklijke brief. Een van de meest militair aangelegde Arenbergers was Leopold Philips van Arenberg. Geboren te Brussel in 1690 was hij op zijn 10e al gulden vliesridder. Hij verloor zijn vader aan militair geweld toen hij maar 1 jaar oud was. Zelf kon Leopold Philips zijn militaire kwaliteiten oefenen in de Spaanse successieoorlog. In 1700 stierf de Spaanse koning Karel II. Hij had geen kinderen en had daarom bepaald dat de kleinzoon van de Franse koning Lodewijk XIV de Spaanse troon zou erven. De enige voorwaarde was dat Spanje een zelfstandige natie bleef. Engeland en de Republiek der Nederlanden vonden een Spaans-Frans machtsblok in Europa zeer ongewenst. Ook de Oostenrijkse tak van de Habsburgse familie had hun gezinnen gezet op Spanje. Samen met de Republiek der Nederlanden en Engeland begonnen zij een oorlog om dit te voorkomen. Tijdens de slag bij Ramillies in 1706 sloeg het noodlot toe voor de Franse-Spaanse alliantie. Ze verloren de veldslag tegen het Engelse leger onder leiding van John Churchill, hertog van Marlborough, een voorvader van de al even beroemde Winston Churchill. Ramillies ligt op 60 kilometer van Leuven. Het oorlogsgevaar kwam dus dichterbij voor de Arenbergers. Leuven viel enkele dagen na de slag ten prooi aan Engelse troepen, samen met die van de Republiek der Nederlanden. Het verhaal leek gedaan voor Leopold Philips van Arenberg, gekroond tot ridder van het Gulden Vlies door de Spaanse koning en militair leider in het Spaans-Franse leger. Leopold bleef echter niet bij de pakken zitten en besloot van kant te veranderen. Dit deed hij omwille van verschillende redenen. Zijn eigen gebieden zoals de streken van Leuven en Aarschot stonden nu onder het bevel van de Oostenrijkse Habsburgers. Ook zag hij meer potentieel in de politiek van keizer Karel III van Habsburg dan in die van de Spaanse Franse troonsopvolger. Een meesterzet van Leopold, want in 1737 werd hij de militaire opperbevelhebber van de Oostenrijkse Nederlanden en kreeg hij de hoogste rang in datzelfde leger, de rang van maarschalk. Leopold Philips van Arenberg streed in verschillende oorlogen. De Spaanse successieoorlog, de derde Oostenrijkse-Turkse oorlog, de Poolse successieoorlog en tenslotte de Oostenrijkse successieoorlog. In 1754 verloor hij een strijd die hij nooit had kunnen winnen. Leopold Philips van Arenberg stierf hier in het kasteel van Heerlee. De vierde hertog van Arenberg was op dat moment 64 jaar oud.
De eerste voegen van het kasteel gaan terug tot in de 12e eeuw, die enkel een oude burcht aangekleed met een donjon en versterkte toren voorstelde. In de 15e eeuw, 1446 om exact te zijn, bij de overname van de heer van Croix, zal het kasteel verder gebouwd worden in een renaissance-stijl. Deze man, benoemd als een van de grootste heren in Brabant, gaf dit kasteel een volwaardige functie, namelijk een opslagplaats voor zijn artilleriecollectie. In de 16e eeuw zal zijn zoon, Willem van Croix, tevens ook opvoerder van de alom bekende keizer Karel, het kasteel bouwen tot zijn huidige staat. Typisch zijn de torens met uivormige spits, de grote trap en de portieken rond de binnenkoer. In 1521 wordt er dan ook nog eens het Celestijnenklooster aangebouwd. De kerk en het klooster fungeren dan als graftombes voor de familie van Croix. Spijtig genoeg werden deze ruimtes vernield door de Franse Revolutie. Enkel de hoeve van het klooster blijft nog over. In het voormalige Celestijnenklooster, dat nu dienst doet als campusbibliotheek van de Katholieke Universiteit Leuven, wordt de hedendaagse kunst van onder andere Panamarenko, Annemie van Kerkhoven en Christophe Fink voorgesteld. Op het einde van de 16e eeuw huwt Anne van Croix met Karel van Arenberg. Door die strategisch huwelijk komen het kasteel in Heverlee en de omringende bossen in handen van de familie Arenberg. De keizerlijke dubbele adelaar van de Habsburgers en het wapenschild van de familie worden prompt aan dit kasteel toegevoegd. Ook de buste van zijn zoon, Lodewijk van Arenberg, de blinde hertog, die hij meevoerde van een van zijn reizen in Rome, is te zien in dit kasteel. Door in vele buitenlandse contacten geraakten de Arenbergs ingetrouwd in aristocratische geslachten en koningshuizen over heel Europa. Ze waren sterk geworteld in lokale netwerken, maar bewogen zich ook met verbazend gemak door Europa. Hun cosmopolitische levensstijl weerspiegelt zich in de diversiteit van hun befaamde kunstcollectie, maar ook het feit dat ze allen lid zijn van de Orde van het Gulden Vlies, toont sterk aan hoe zij voor een befaamd en ridderlijk leven kozen. De familie Arenberg, vooral onder Lodewijk, bleef niet bij de pakken zitten en voerde zich op door te gaan paardrijden, jagen, reizen en naar het theater gaan. Maar ook de wetenschappelijke en technische ontwikkelingen zorgden voor een progressieve weg dankzij de Arenbergse familie. In de loop van de eeuwen onderging het landgoed nog heel wat andere architecturale veranderingen. In de 19e eeuw gaat het kasteel over tot een gotische stijl die in deze periode de trendy stijl van het moment is. Door extra renovatiewerken worden er neogotische elementen toegevoegd aan de kapel van het kasteel. Op het scherpe dak van de hoektorens staan twee peerspitsen met de Oostenrijkse dubbele adelaar ter herinnering aan keizer Karel. Midden de arenden werden later de wapens van Arenberg aangebracht. Prachtige Franse tuinen werden rond het kasteel aangelegd. Op het plein voor het kasteel werden in de middeleeuwen veel steekspelen georganiseerd. In 1966 vond de restauratie van de gevel links van de kapel plaats. De oude vensterindeling werd hersteld en in 1984 herstelde men de zolders en de dakbedekking en bracht men een paar hedendaagse vormgevingen aan. Onder andere het halfmaanvenster boven de ingang. Ook werden er ballonvaarten geplant op het domein. De blinde hertog, Lodewijk Engelbert, eigenaar van het kasteel op dat moment, liet in 1783 een met steenkoolgas of lichtgas gevulde ballon opstijgen vanuit het kasteelpark. Die tot groot genoegen van de allen gekende professor Jan Pieter Minklers, de uitvinder van het lichtgas. Het kasteel is er niet onbekommerd bij. Het kasteel is in feite eigendom van de Katholieke Universiteit van Leuven. In 1916, tijdens de Eerste Wereldoorlog, schonk de hertog van Arenberg het domein aan de universiteit. Waarom zou de hertog een kasteel aan de school schenken? De eeuwenoude banden met de universiteit zorgden voor deze keuze. De universiteit zag de expansiemogelijkheid namelijk als een welkomstgeschenk dat op dat moment kampte met te weinig plaats in de stad. Het kasteel is momenteel in gebruik door de faculteit Ingenieurswetenschappen van de KU Leuven en is ook een groene campus voor de groep Wetenschap en Technologie. Door duurzaam natuurbeheer bleven de bossen van het kasteel in Heverlee ongeschonden en vormen ze nu een reusachtig groene lang rond Leuven, waar studenten en Leuvenaars kunnen genieten van prachtige natuur. 500 jaar lang domineert het kasteel het uitzicht van Heverlee. Het is een raadkamer geweest tijdens verschillende grote Europese oorlogen. Het is het huis geweest van twee machtige dynastieën.
maar bovenal hebben het kasteel en het domein de tand destijds doorstaan. Vandaag de dag eigendom van de Gul, beschermd erfgoed en een prachtige plek voor iedereen opengesteld om te genieten van de cultuur en omliggende natuur.